Ik schrijf mijn singles niet zelf. Ik zou het wel leuk vinden om een keertje mee te gaan schrijven. Want ik heb heel veel fans die met problemen zitten. En ik zou graag ooit een nummer willen schrijven over die problemen wat de jeugd meemaakt allemaal. Een soort krachtnummer. Bijvoorbeeld dat je onzeker bent en dat je jezelf pijn wilt doen. En dat het eigenlijk helemaal niet nodig is, omdat, snap je, er zijn zoveel mensen, ik vind mezelf lelijk en ik ben niet perfect. En dan gaan ze het probleem bij zichzelf zoeken en dan gaan ze zichzelf dingen aandoen wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Dus dat zou ik eigenlijk willen vertellen van, je bent mooi en je bent het waard en doe al die dingen gewoon niet. Dat is gewoon een heel moeilijk thema, maar overal waar ik kom, echt niemand is gewoon perfect. Iedereen heeft wel een probleem. En dat zoek je niet achter diegene als je ziet van iemand op straat van oh, die zou wel perfect zijn of die zou wel een perfect leven leiden. Maar eigenlijk is het gewoon helemaal niet zo. Welke imperfectie schuilt er achter Savannah? Imperfectie achter Savannah? Mijn tanden die zijn niet echt ooit mooi geweest. Die heb ik perfect laten worden.